Nou ja, een van die vragen was van waarom Vervaat ervan afziet. Want ik heb ook begrepen, dat heb ik dan van horen zeggen, dat er geen stemming plaats heeft gevonden, maar dat het meer een mededeling was. Nou, dat vind ik dan vreemd. Ik heb toch al wat ervaringen met AB's. En dan is het wel zo fatsoenlijk om dat in stemming te brengen. Ja, want het AB, voor mensen die meeluisteren, het algemeen bestuur van Dayton, bestaat natuurlijk uit drie wethouders van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Ja. Nou was Terneuzen, Jurgen Vervaat in dit geval, was daar voorzitter van. En nu is dat Kees Liefting geworden namens de gemeente Sluis. Ja. En nou stelt u daar een aantal vragen over. Ja, inderdaad. Want ten eerste heb ik dan zoiets van, oké, voor de continuïteit zou je denken van, nou, laat meneer Vervaat zijn werk afmaken. Hij zit er nog, hij zit er lekker in. En ben het zeker niet met alles eens wat hij doet, maar hij heeft in ieder geval de ervaring en de dingen. Dus wat dat betreft zou je zeggen, voor de continuïteit, we gaan verder met het Vervaat. Dan stel ik ook nog mijn vragen, zoals ik ze, ik heb ze misschien wel wat scherp gezet, maar ja, zo meen ik het ook. Als je natuurlijk vroeger al met Dayton te maken hebt gehad en dan de zaken die wij dan boven water gehaald hebben middels het zwartboek, die speelden toen allemaal in die tijd ook al. En je hebt het niet gezien, nou ja, in het minste geval ben je dan niet echt goed bezig geweest. En in het ergste geval ben je zelfs heel kwalijk bezig geweest. Dus wat dat betreft is het nog een beetje een grijs gebied. Ja, dan heeft u het over Vervaat of over Liefting? Nu heb ik het dan even over Liefting, want Vervaat was in die tijd nog niet in beeld, maar Liefting wel. En kwalijk nemen doe ik hem niks, want ik kan niks daarover vinden, maar ik vind het gewoon een beetje vreemd dat dit op een hele beetje geïnformeerde manier wordt gezegd. Als we worden eigenlijk voor een feit gesteld, waarbij in ene keer de voorzitter wordt omgewisseld en de zaken gaan zoals ze gaan met twee redelijk onervaren AB-leden. En dan denk ik, ja, ik vind het een beetje een rare gang van zaken, dus vandaar ook mijn vragen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden, maar daar heb ik nog niks op gekregen. Ja, want wat is daar de normale gang van zaken van? Want in mijn ogen valt er natuurlijk ook wel wat voor te zeggen om de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Terneuzen, Sluis en Hulst, een beetje om de beurt als het ware het voorzitterschap te geven. Staat u daar niet positief tegenover? Ja, die zie ik ook wel. Wat dat betreft is natuurlijk geen probleem. Alleen en wetend welke zaken er nu spelen en welke transities er allemaal nodig zijn, ja, denk ik dat je de ervaring van de heer Vervaat van de afgelopen 4 jaar wel kunt gebruiken. Ook omdat de heer Totté ook er niet meer is. Dus we zitten eigenlijk met een onervaren wethouder, dat is dan die van zijn Hulst. Ja. Een ervaren wethouder, maar ja, goed, daar heb ik dan een beetje wat twijfels bij. En een uit Terneuzen, die, zoals gezegd, de afgelopen 4 jaar er vol in zat. Ook in alle ontwikkelingen. Ja. En die zijn gewoon nog niet ten einde. En ik denk, ik had het netjes gevonden als die het ook af had kunnen maken. En nou stelt u ook nog wel een aantal vragen over wethouder Vervaat. Dat het wellicht aan de vermoeidheid zou liggen. Daar vind ik dat u toch wel een beetje een sprongetje neemt. Door te zeggen dat het wellicht komt door de vermoeidheid van wethouder Vervaat dat er nu is gekozen voor een ander. Heeft u daar redenen voor om te denken dat dat een oorzaak kan zijn? Nee, maar ik kan me zomaar voorstellen dat hij het een beetje te druk heeft. Maar daarmee denk ik ook van oké, dan ga ik wel weer aan de andere kant twijfelen. Dus als dat de reden zou zijn, ik snap niet zo goed de reden van deze switch. En die switch is in feite een voldongen feit, want het is bekrachtigd, meen ik. Maar ja, ik stel er wel mijn vragen bij. En ik heb gewoon zoiets van, waar zit hem dit in? Dus het kan dan zoiets zijn dat het inderdaad een te hoge werkdruk voor de heer Vervaat is. Het kan zo zijn dat, inderdaad wat jij zegt, dat het sluizenbeurt was. Maar dan nog, niemand wordt erin gekend. Het wordt allemaal tijdens de reces wordt het allemaal besloten. En wij hebben straks bij de eerste vergadering te maken met een voldongen feit. Ja, de timing is natuurlijk wel een beetje apart inderdaad dat het zo in een zomerreces plaatsvindt. Maar ja. Hoe ging dat in het verleden? Weet u dat? Een aantal jaar geleden toen was er misschien ook een verschuiving? Of is dat?
Ik heb nooit in het AB van Dayton gezeten. Ik ken alleen de AB's van AZ. Nou, en heel recent dan het AB van de CVV. En daarin hebben we gewoon, daar zat ook de heer Liefting. En we hebben daar gewoon een stemming gehad waarbij de voorzitter gekozen wordt. En dat is gewoon bij meerderheid bepaald van het AB. Dat is dus niet zo gebeurd, tenminste naar mijn weten niet gebeurd bij Dayton. Nou ja, goed, hopelijk komen daar in de antwoorden dan nog wat verklaringen voor. Maar als laatste puntje wil ik toch nog even over de heer Liefting hebben. Natuurlijk nu wethouder in de andere gemeente, de gemeente Sluis. Ja. Die was lang werkzaam in de gemeente Terneuzen. U stelt dat hij eigenlijk zijn mond hield in tijden van de problemen die jullie als SP ook onder andere naar boven hebben gehaald. Ja. Terwijl hij toch eigenlijk toch wel heel nauw betrokken was als wethouder van sociale zaken, was hij geloof ik toen. Ja, maar wat voor positieve gevolgen had dat kunnen hebben als hij toch zijn mond open had gedaan? Nee, ja, dat weet ik niet, maar ik heb gewoon nooit iets van hem gehoord. Ten tijde van, het is natuurlijk niet de volledige periode, heeft hij naast me gezeten als raadslid. En het is misschien ook niet kies om dan uit de school te klappen over de periodes die je als wethouder gediende. Dat weet ik allemaal niet, dat zou ook best kunnen. Maar er is nooit iets naar mij toegekomen vanuit de heer Liefting, terwijl hij daar toch ook in het AB gezeten heeft. In tijden van, dat zal 2010 geweest zijn, 2015. 2015 is hij er zeker bij geweest, toen bij de omschakeling en de transitie van het werkbedrijf, zoals het er nu een beetje staat. Nou, maar die zaken die wij aan het licht hebben gebracht met het zwartboek, speelden toen ook. Dus als je dan zegt van ik heb het allemaal niet gezien, mea culpa, prima, maar dan ben je voor mij niet de beste keuze om voorzitter te zijn. En heb je het wel gezien, dan spelen er hele andere zaken. Ik ga nog even vanuit, laten we dan maar zeggen dat hij het allemaal niet geweten heeft. Maar ik vind het gewoon in welke gevallen dan ook een zwaktebod. Ja, dus voelt een beetje wrang eigenlijk dat dan juist hij nu als voorzitter naar voren is geschoven. Inderdaad, en daarmee gaan we waarschijnlijk weer, want wat Dayton nu gewoon erg nodig heeft, is een frisse blik, een kijk vooruit. Wat Martijn van der Ent ook al heeft aangegeven, veranderingen. En zijn we het met alles eens? Nee, zeker niet. Maar goed, dat er veranderingen moeten komen, dat is wel zeer zeker. Nu komt er een nieuwe directeur. Nou, die gaan we zeker de kans geven om hier dingen. We gaan daar heel erg nauwgelet op toezien. Maar als je oude, een beetje oude wijn in nieuwe zakken krijgen we nu weer. Ja. Want dit is gewoon oud bestuur wat weer aan het hoofd komt. Hè? Met het gevaar van weer oude gewoontes. Ja, nou nog even een puntje. Noem nou Martijn van Ent. Die is natuurlijk eigenlijk voortijdig toch vertrokken. Door toch een verschil van inzicht. En ik geloof, jullie waren als SP heel erg blij met hem, geloof ik, hè? Wij hadden in ieder geval goed contact met over hoe en wat. En er was een open contact over wat hij aan het doen was. Heel erg blij. Er zaten toch nog wel wat verschillen in meningen, maar er werd over gesproken. Dus de open cultuur was wel heel erg verfrissend voor ons, ja. Want ik sprak met een aantal mensen van Dayton afgelopen 2 weken geleden, geloof ik, werd dat bekend. Hij wilde eigenlijk nog sneller weer naar een gezonde situatie, als het ware. Ja. Daar stond Dayton dan, die wilde met iets meer stapgewijs. Ja. Dus verwacht u er nu ook dat het toch iets langzamer zal gaan? Nou ja, en dit is een pure mening van mij, nergens op gebaseerd, maar waar ik een beetje bang voor ben, is dus dat we weer terugglijden in oude gewoontes en oud gedrag. En dat daarmee ook de nare bijwerkingen erbij zitten. En dat vind ik erg jammer. De voortvarendheid van Rent beviel me wel. Ja. Ik snapte ook dat het een tijdelijke directeur was, maar hij was in onze ogen in ieder geval voortvarend bezig. Ja. En ik vond het ook erg jammer om ook weer eigenlijk plotseling mee te maken dat hij vertrekt. Ook dat viel koud op ons dak en ook dat zit net zo rond het reces weer. Dus dan wordt het heel lastig om hier politiek te bedrijven. Dus dan krijg je allemaal aannames en dingen. Nee, dan moet ik vragen gaan stellen. En het is jammer, maar dan
dan moet je gewoon weer wachten, weken wachten op de antwoorden. Het is overal druk, het is overal vakantie. Ja, maar dit voelt dus wel een beetje als een stap terug, als ik u zo moet horen. Ik ben er bang voor. En dat hoeft het niet te zijn, maar ik ben er wel bang voor. En ik hoop dat mijn ongelijk bewezen wordt. Dat zou fantastisch zijn, want het gaat uiteindelijk toch weer om de mensen van Dayton. En dat is het allerbelangrijkste. Verwacht u nou wel, normaal gesproken binnen 8 weken antwoord, hè? Verwacht u dat nu ook, of omdat dat reces er doorheen komt? Dat hoop ik wel. Want ik denk dat we gelijk met de eerstkomende raadsvergadering toch wel gelijk in het debat kunnen over hoe en wat en waarom.